أخويا مراخ يكس مريا مفعوم مريا يراسوس ورا أخطخ أن أوتورا يكس خبورا أن سيكبل يكس يدين إلى سيستخ أن سيكبل خبورا لا أول زي كان أما على أمالة أن سيكبل خبورا تزوكم إيكو داكون خائل لهم سيكبل بس أوكل بيه تسن دري بلاس بورا Baba, Yvon Leroux, thank you, Olivier, and Alcuni. Thank you, Duplessis, Vazi Replas. That was the Replas Guru, Baba, Sekabal Sakam Yitzbak, Baba, 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 September, tussen September en Oktober het hulle ons geskryf. Een week voor die tyd het hulle kom sê, ons gaan met geskryf, ons meneer huise leeg maak, ons ouers meneer huise leeg maak. En die next dag, toe kom die dag, toe kom hy ketelang van boaf. Ons kruid ons soos die aankomst, ons stoot die huis en door, plat. Hy stoot plat, die stof wolke by. En het is vir ons huis wat die zandjes gebouw was. Ons het ontdek, toe ons nou hier kom blij boor, waar ons alle ons gerenoof het, die naad geskryf het. Toe ontdek ons, hulle het, die graf is van het toegemaakt, soos municipaliteit het die pad gemaakt. En soos in die pad geskrapen, het hulle diep gekrap en die pad het van die benere uitgehaal. Daar het bij ons uitgekom, waarvan ons met municipaliteit lang gesjaald het. Het wel gesê, dis verskerend, ons kan het nie hanteren, hulle moet dat ons sit en dat ons hy graf is kan opmaak en uitdaal. En want daar ben al klaar mensen bij haar op die plek. So ons hebben maar onze beenderen uitdaan en onze mensen weer begraven op die heiliglijke begraafplaats. Onze municipaliteit heeft pad gestapt van 2005 af tot 2009. Augustus, die 15 augustus, doen onze weer begraven. Waar ons dat nou gedoen het, waar hulle die gratis voor ons gegeet, de graf, ons de massagraf van 296 mensen wat ons in die graf ingesit het. Die graf is 10 meter diep gegrawe en dan zien we ons nou uitbreed. Veel van die oorspronkelijke inwoners van Sykabel leef nog vandaag. Ons is nog een hele klomp mense, soos ek het kan sien, want in die grondeise wat ons die ijs gedoen het, vir grondgejaar, was het baie, want het is ons nog families. So is nog eindelijk baie, is nog baie van die families, die ou mense is uitgesterf. As nog van die jong manne, vrouwe wat jong was, daaronder wat ook gesterf het. En daar is nou van ons moest nou nog wat oor is, maar ons is nog een hele paar. Want zeker wel de gemeenschapse mensen wat oorgebleven. Om die toekomst van Suikerbil, sy mensen en geschiedenis te laten herleven, wat dink aan Koolie, wat is die beste oplossing om te rinden of om dit te kan doen? Ons gevoel is net dat gewees, hulle kan dit in die museum gehoor, maar ons ou mense het geleef, hulle kon alles achtergronde gegeet van Suikerbil, ek dink, en soos ons uitsterf, en ons kinders kan dan gaan, waar hulle kinders gaan sê, dis waar vandaan ek kom, dis waar vandaan jy kom, waar vandaan jou ou my ouwers gekom het, dis hoe hulle geleef het daar, en dit was my grootma. Hoe ek groot gemaakt was daar. Sien jy, ons kom uit so'n familie uit. As jy so iets.